Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de improvisatieshow The Battle. Let's get ready to rumble! Oké, wij gaan jullie ingestuurde scènes spelen, improviseren. Daar hebben we twee teams voor. Ja, en de teams van deze week zijn Ebru en Jairo en Nick en Jamie. En de overige drie acteurs zijn jury deze week. Oké, deze twee teams kunnen punten krijgen door middel van... Ja, als je de scène helemaal goed uitspeelt, krijg je 3 punten. Oké, alle acteurs hebben 2 kansen om een testimonial op te nemen. Als je die allebei goed doet, krijg je 2 punten per persoon. Ja, en als je de scène nou extreem goed speelt, krijg je 1 punt voor bijvoorbeeld heel erg boos worden of huilen of kussen. Hoe? Stel je voor, als je in de lach schiet, krijg je 1 minpunt. En als je de scène niet meer doorspeelt, krijg je er 0. Nul. Leven is hard, jongens. Laten we beginnen. Let's go. Let's go. Jairo is verliefd op de broer van Ebru. Het is heel zielig voor Ebru, want Ebru was er net overheen dat Stephanie meer verliefd was op haar broer. Nou ja, en dan gaat Jairo dus dreigen dat als Ebru niet goedkeurt dat hij iets met de broer van Ebru krijgt, gaat hij een foto op klikker zetten zonder hulp. Dit is een hele ingewikkelde. Zeker. Wie schrijft zoiets? Start. Hey. Ja, ik heb gewoon even een mededeling eigenlijk. Ik ben verliefd op je broer. En dat kom je zo recht uit de bocht tegen mij zeggen. Ja, ik kan dit meteen je zeggen, toch? Je weet dat mijn geloof het niet goedkeurt, jongens en jongens. Ja, jouw geloof, maar sorry, ik heb al een keer met je broer gezegd. Ja? Ja, jouw geloof. Dat, hè? Maar als je niet goedkeurt, weet je, I don't care, maar... Verdrietig. Ja, laat je maar geen keus, maar... Dan ga ik gewoon de foto van jou op klikker zetten. Zonder overdoek. Oké. Jij weet dat het heel emotioneel bij mij ligt. En nu wil je gewoon... Ja, maar jouw broer ook bij mij. Jij weet dat mijn ouders het gewoon niet goedkeuren als ik zonder hoofddoek ga. En nu wil jij opeens tegen mij zeggen dat je dan een foto opklikken gaat plaatsen zonder hoofddoek? Ja. Je weet dat mijn... Nee, je weet dat het mij pijn doet. Nee, je weet dat ik daar altijd problemen mee heb. Blij. Je weet dat ik daar problemen mee heb gehad. Ja, maar luister dan. Jouw broer is gewoon zo... Hij is knap, hij is lief. Ja, en hij is knap, lippen, maar dus. Hij is niet voor jou. Bestemd, Jairo, begrijp dat. Ja, oké? Okay? Draag maar met die foto, maar dat maakt me niet uit. Dan zet ik zelf ook even mezelf op klikker zonder hoofddoek. Ja, dat doe je dan. Geïnteresseerd. Maar ik ga met je broer, dan weet je dat. Dat dacht ik dus. Jawel, dat gaat echt wel gebeuren, schat. Wij worden geen schoon. Nou, watch me. Ik ga met jouw broer. Ja, weet je, ik heb dit toestemming niet nodig. Oh nee, de maar tijd is om. Nee. Ja, dus Ebru dacht eventjes om mij te vertellen dat haar geloof het niet accepteerde dat ik met haar broer ging. Ja, ik had al lang met hem gezoend hoor. Luister, het feit dat hij denkt dat hij met mijn broer samen kan gaan en hij weet dat mijn geloof dit niet goed gaat keuren, wat denkt hij? Ja, ik weet niet wat de fuck hij denkt, maar ik ga gewoon met haar broer, ja? Oké, en dan de finishing touch. Hij bedreigt mij met een foto op klikker te zetten zonder hoofddoek. Hij weet dat dat gevoelig bij mij ligt. Mag ik? Weet ik, kapies. 3 punten. 6 punten. Jullie hebben 3 punten sowieso, want jullie hebben de scène goed uitgespeeld. Dan krijgt 6 punten voor het testimonial. Ze waren gewoon goed, ze heeft verschillende emoties. En jullie krijgen 1 punt voor... Van Joen Nijssen, Tessie, want in de tweede werd gescholden. En nog 1 punt voor de goede emoties. Je kon maar 1 pluspunt daarvoor krijgen. Ja. Voor jullie alle 2. Thanks, dus 7 punten. Scène nummer 2, daar gaan we. Oké, zijn we er klaar? Oké, Jamie spreekt broer Milan is gisteren in elkaar geslagen. Jamie vertelt het tegen Nick. En Nick weet wie dit heeft gedaan. Het is ingestuurd door Ellen. Zij is 3, 2, 1, start! Milan is gisteren in elkaar geslagen. Milan is in elkaar geslagen? Milan, jij was gewoon op het schoolplein en ik weet gewoon niet... Na school. Na school? Ja. Maar het is gewoon... Het was mijn schuld. Ik had allemaal moeten wachten en dat heb ik niet gedaan. En nu heeft hij gewoon... Ja, mijn broer was ook op het schoolplein. Mijn broer. Ja. Heb je broer gedaan? Wat doe je nou raar? Ja, maar... Heel gek. Blij, echt heel blij. Milan is dus in elkaar geslagen en eigenlijk ben ik dus best wel blij. Want luister, ik wil dus eigenlijk dat dit zou gebeuren en ik had het dus niet verwacht. Ja, Milan is eigenlijk door mijn broer in elkaar geslagen. Nee, hou op met me! Ik moet de broer zo gewoon bedanken!
gewoon verliefd ben op je broer nu. Op Ferry? Ja, Ferry. Ja, Ferry is een grote gespierd. Ja, hij is groot en gespierd. Oh, heb je die armen gezien? Het is zo macho, man. Ja, als ik hoger was geweest, kan maar... Maar hij is eigenlijk veel te oud voor mij, hè? Oh, maar ik vind hem zo leuk. Maar jij is familie van, toch? Ja. Kom dan! Ja, als ik jou zo, dan zal ik je eigenlijk ook Oké, 3, 2, 1. Nee, dat is echt leuk. Dat is echt helemaal niet hetzelfde. Dit is zo niet. Oké, testies. Stop, testimonials. Oké, dus eigenlijk denk ik dat ik Ferry dus gewoon super leuk vind nu. En toen ging ik dus met Nick zoenen, maar Nick die is niet Ferry. Oh, maar ze stonk echt naar kat. Ze stonk echt super. Nee. Ja, Milan is in elkaar geslagen. En eerlijk, hij was zo irritant gisteren. Ik ben blij dat dit is gebeurd. Eigenlijk, Milan vind ik eigenlijk ook maar een rot ventje, maar het is ook niet iedereen te weten. Ik ben vet met Milan! We hebben het. Oh, spannend. Gaan jullie bij... Het is heel spannend. Je bent wel echt nieuwsgierig. Ja. Heel spannend. Het is wel... Oké. Het eerste team had 7 punten. Ja. Jullie hebben 1 punt voor het uitspelen van een scène. Balk heeft 2 punten gekregen voor zijn beide testimonials. Claire heeft ook 2 punten gekregen voor haar beide testimonials. Maakt in totaal 7 tegen 7 punten. Maar het tweede team krijgt er nog 1 extra punt bij omdat ze hebben gezocht. Dus jullie hebben gewonnen. Gefeliciteerd! Wat is vooral voor het verhaal? Ga zoeken, want dat ben je. Voor de winnaars wij... Een hele mooie gouden medaille. Improvisatieshow. Maar kijk joh. Medaille. Dankjewel. Nou, alsjeblieft. Yes. En de verliezers? Ja, dat is wat minder leuk. Nou, we hebben dus Tom Poesem. Ja! Bij Juk is... We halen dit er even af. Die halen we er wel even af en die zijn het lekkerste natuurlijk. Oh, moet je niet snapklasgedeeld hebben? Ja. Het is niet in mijn neus. Ik zal het niet in je neus doen. Nee, echt niet. Ik doe het echt niet in je neus. Die moet maar open. Wie wil er een bovenkantje? Ik ook. Wie heb je verdiend? Alsjeblieft. Dames en heren, jongens en meisjes, dit was hem dan. De improvisatieshow, de battle aflevering. Doei, tot de volgende keer. Doei! Doei!